produced by Chris. Eerste vlogje van 2020. Ik heb maar pas gewassen, dus daarom is het zo statisch. En even kijken, ja. Het onderwerp zullen jullie vanzelf wel raden. En zo niet, dan aan het eind zal ik het nog eventjes wel uitleggen. Maar kijk. En op zich, ja, bij dat ene shirtje wat ik gehaald heb, zal ik ook even uitleggen van, dan moet ik even een foto van de achterkant. Ik kan mezelf niet filmen van de achterkant. Dus dat. Het volgende shirtje. Ik weet niet of het goed te zien is. Gok van wel, maar. Vandaar, en ik heb
wat ik zei. Wat zei ik? Ik vind het nog best wel leuk. En ik vind gewoon... ik heb altijd gezegd van ik hou van mooi voetbal. En ja. Ik vind Ajax gewoon mooi voetbal spelen. En eigenlijk al een hele periode. Dus vandaar. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van het eerste vlogje. Zo niet, ja. Dan hopelijk geen duimpje naar beneden. By Chris. Maar goed, op een aanmerking kan, schrijf het in de reacties. En zo niet, kijk naar de volgende vlog. Even kijken wat ik kan nog meer vertellen. Ik weet het niet. Ik heb nieuwe vlogjes. In de loop van de tijd, want het jaar is pas begonnen. Maar ik heb het ook onwijs druk, dus vandaar. Oké, doei doei. Nou, dan ga ik even op het einde nog eventjes wel duidelijker uitleggen. Horen is dit. Even kijken. Zien is deze. En dan zwijgen is de middelste. Maar ja, goed. Dat was mijn eerste richting Ajax shirtje. Maar ja, goed. Ik heb gewoon eigen mening. Een hele duidelijke eigen mening. En ik heb zoiets van, ja goed. Wat ik eerder ook zei. Ik hou van voetbal. Ik hou van mooi voetbal. Produced en, ja, goed, by Chris. Dat shirtje met... Three Little Birds, dat is custom made, wordt dan gemaakt. Dus dan, toen ik hem aandeed, had ik zoiets van, want toen ik hem zag, had ik zoiets van, oh god, het is wel een small. Maar het lijkt gewoon op een kindermaatje. Ik heb vroeger in het verleden wel gewoon kindermaatjes gedragen. Maar dat was een 176 dinges. En dit had ik zoiets van, nee, dit is, ja goed, hij past wel. En hij is gewoon dat verf. Je merkt gewoon, het is gewoon heel mooi bewerkt. En ik heb, wat ik zei, ik heb dat andere shirtje ook een S'je. En ik twijfel meestal, omdat, kijk, dit shirtje slaap ik ook lekker in. Maar dat is een medium. En ik had iets van, bij dat Jaxi shirtje had ik een S'je genomen en die zat gewoon lekker. Dus ik had zoiets van, nou, dan eindig ik ook, want je kon die ronde hals, kon je ook veranderen met een, hoe noem je dat, een V-hals. Dat heb ik dus veranderd, maar ik heb toen ook in plaats van een M een S genomen. En ik had zoiets van, god, toen hij bezorgd werd, van shit, had ik maar gewoon een M'tje gehouden. Maar ja, goed, that's life. En wat ik zei, van ik blijf voorlopig... bij Ajax. En ik even kijken. Komend seizoen zal ik nog kijken voor een ander shirtje. Maar tot nu toe vind ik het wel prima. Dus oké, dit is dan eigenlijk echt het einde van het vlogje. Want ik zit te denken van ik heb alles wel genoemd. Alleen mijn haar ziet er een beetje heel erg droog uit. Heel droog. Heel statisch bedoel ik. Maar ja goed, wat ik zeg, dit is live. Oké, doei doei. En ik weet niet op wat voor termijn het volgende vlogje komt. Maar dat zullen jullie wel zien vanzelf. Doei doei.